Ben je ook zo bang om tegen te vallen? Ik val mezelf elke dag tegen. Ik verwacht altijd meer van mezelf dan ik kan waarmaken en ik ben altijd bang om fouten te maken. En dat is ontzettend lastig, vooral in de liefde. Het hoofdpersonage van mijn boek, Isabelle, heeft er ook last van. Ze is met de verkeerde man getrouwd, iemand voor wie het niet uitmaakt of ze tegenvalt, want dat doet hij ook de hele dag, dus dan maakt het niet uit. Maar ja, gelukkig wordt ze er niet van. Dus ze gaat bij hem weg en ze besluit te gaan leven in het nu, in het moment, als een eendagsvlieg. En waar rempel? Het werkt. In de wasserette op de hoek komt ze de grote liefde tegen. Zal ze het zorgeloze leven kunnen volhouden? Dat is de vraag. Hoe het met haar afloopt, kun je lezen in mijn nieuwe boek, Geluksbloem.